Hier gebeurde het allemaal. Dit was de locatie, Meeting Plaza in het Olympisch Stadion. Hier zat het publiek, daar stond het publiek en daar stond die tafel. Zometeen ziet u aan die tafel Jorien van de Heerik, Diederik van Vleuten, Erik van Muiswinkel als Harry van Rai en Michael van Praag als zichzelf. Na deze uitzending zou de voorzitter van Ajax nog bonje krijgen met de trainer, Co Adriaanse, die niet echt gelukkig was met bepaalde opmerkingen van meneer van Praag. De drie voorzitters van de grote drie. Traditioneel bekend als de grote drie. Nou, en het mocht er ook weer zijn dit weekend, meneer van de Heerik. NAC Feyenoord 2-1. 2-1, volkomen juist. Het was weer dat beruchte avondje NAC. Nee, het was zondagmiddag. Ja, daar ga je al, daar reken je niet op. dan sta je als club meteen met 1-0 achter. Maar ja. Ik vind dat je als bestuur van Feyenoord... mag je daar de trainer nooit de schuld van geven. Dus Bert van Marwijk hebben we uitgenodigd om bij te tekenen. Dat heeft hij gedaan. Daar zijn we als Feyenoord heel blij mee. Meneer van Rijs, Sparta PSV 2-1. We hebben als PSV wel weer bewezen dat we binnen één wedstrijd alle facetten van het spel beheersen. Ja. We hebben dus voor gestaan, we hebben gelijk gestaan en we hebben achter gestaan. Ja. Ik heb alleen aan de trainer Erik Gerrits gevraagd of dus de volgorde de volgende keer andersom kan zijn. Ja. En dat heeft hij toegezegd. Gerrits heeft ook bijgetekend. Mooi zo. Meneer van Praag, de Graafschap Ajax, 1-1. Ja, Co kan gerust zijn. Wat ons betreft kan hij gerust voor 6 jaar bijtekenen. Zo, dat is nieuws. Want als je een punt pakt op de Vijverberg, dan is het feest op het Leidseplein. Ja. Vergelijk het maar met Spanje. Als Real Madrid van Barcelona wint, dan heeft Real Madrid een goed seizoen. Ja. En dat hebben wij met de Vijverberg. Oh ja, ja. Zeker ook voor een club als Feyenoord is de Vijverberg altijd weer een nachtmerrie. Ja? Dus 1-1, daar zouden wij als club ook zeker voor tekenen. Ja, je kan allemaal beter geweest zijn hoor, bij de Vijverberg. Gemeen spoken daar. Ja? Wij moeten er met PSV nog heen later dit jaar, maar ik denk dat ik die dag ziek ben. Maar als nou al die clubs van elkaar gaan winnen in de Eredivisie, dan denk ik KPN houd er mee op. Ik bedoel, dan kunnen ze beter stoppen met sponsoren. Dat is ook precies wat ze gedaan hebben. Oh ja? En dan zeggen wij als bestuur van Feyenoord jammer. Jammer. Dat is een term die je sowieso heel vaak hoort bij Feyenoord. Jammer. Dat is jammer, maar het is niet anders. Jammer. Ja, vindt u het ook jammer? Ja? Wij vinden het ook heel erg jammer. Ik heb de KPN nog proberen te bellen. Maar alle medewerkers waren in gesprek. Oh. En toen zei het bandje, probeer het later nog eens. En dat vond ik eigenlijk wel grappig. Want dat zei de voorzitter van Kopenhagen vorige week ook tegen me. Meneer Van Rij, geen KPN meer, ook jammer? Ik vind het niet zo jammer, want we zijn nog geruime tijd bezig met de NV de Eredivisie, met een enorme multinational die sponsoring gaat overnemen. Dat is allemaal in kan en kruiken. En ik kan u dat primeurtje eventueel wel gunnen, meneer Spaan. Als de heren het eens goed vinden, dan gaan we het maar wereldkundig maken. Ja. Het gaat hier namelijk om de firma Disney. Het is een gigantische internationale firma met vooral uitstraling richting de jeugd en het familiegebeuren. Ja. Dus als alles meeloopt, dan kunnen we al in augustus 2002 met z'n allen gaan deelnemen aan de Mickey Mouse-competitie. En dat gaat natuurlijk niet alleen om geld. Er is ook een stukje amusement in het spel. Mm-hmm. Firma Disney is bereid om dus tijdens de wedstrijden enorme hoeveelheden Mickey Mouse de tribunes op te sturen. Ja. Om dus tussen de supporters rond te zwaaien. Dus voor de sfeer. Ja. En dan moet u zich voorstellen hoe dat eruit ziet. Ik probeer mij dat als bestuur van Feyenoord probeer ik mij dat voor te stellen. Zo'n Mickey Mouse die daar lekker dat vak S binnenloopt. Ja. Ik denk persoonlijk niet dat Mickey staat te springen. Nee. Maar mocht hij wel staan te springen, dan komt dat waarschijnlijk omdat hij in de fik is gestoken. Ja. Ja, bij ons is met name de F-site heel erg gecharmeerd van de komst van Mickey Mouse. Ja, zoals u weet ben ik in regelmatig gesprek met de F-site. Ja. En de F-site heeft grote plannen met Mickey. Zo ben ik bijvoorbeeld al een liedje met ze aan het studeren. Oh ja. Wilt u dat ik dat eens voor u zing? Ja, bijzonder graag. Alleen zingen, geen vibrafoon. Nee. Mickey Mouse, wie kent hem niet? Mickey Mouse is een echte Ajaxiet. Mickey Mouse, wie kent hem niet? Mickey Mouse. Ja. En daarna gaat de fik erin. Oh. Wordt er een beetje gezongen bij Feyenoord, meneer Erik? Kunnen we...
Jack van Praag, je moet ons niet de hele tijd aan het lachen zitten maken. Want dan is het einde de show. Wordt er bij Feyenoord ook zo aanstekelijk gezongen, meneer Van Heren? Bij een club als Feyenoord wordt er zeker gezongen. Misschien dat ik daar hier meteen even een voorbeeldje van kan geven. Nee. Okay. En bij jullie, Farai? Natuurlijk. PSV is dat bekend om zijn zangcultuur. Wij werken al jarenlang met de 3 Z's. Ja. Zingen, zuipen en zie maar hoe je thuis komt. En dat is gezellig. Dat is zo gezellig. En bij PSV kent eigenlijk iedereen gewoon zijn klassiekers. Ja. Dat zijn de bekende PSV-liederen. Zoals? Op mijn slof en nou, voetbal, schoen, wordt PSV-kampioen. Ja, ja. Dat is er dan zo eentje. Ja, er zijn er veel meer natuurlijk. Welke dan? Hand in hand. Kameraden, hand in hand. Met PSV1, geen woorden, maar daarna. Nou, als het hele stadion dat zingt dan... Zou misschien ook een leuk liedje voor ons zijn. Nou, dat moet je maar eens, proberen. Okay. Ja. Ik wil nog even wat actuele dingen met jullie doornemen. Graag. Hoe komen de grote 3 er weer bovenop, meneer Van Praag? Wij zijn bezig met Marco van Basten. Ik geloof niet dat de trainer daar enorm om zit te springen, hoor. Ja, niet als trainer, maar wel als spits. Oh. En dan het kunstgras natuurlijk? Ja, ook kunstgras, maar dat moet ik natuurlijk eerst even aan Co Adriaanse vragen. Want Co wil alleen kunstgras met diploma's. Oh, ja. Je kunt zomaar niet kunstgras worden. Nee. Het zou een mooie boel worden. Ja. Meneer Van Rij, hoe komt PSV weer aan de top? Nou ja, voorlopig niet. Oh. Erik Gerrits heeft een contract voor onbeperkte tijd. Ja. Die gaat die beker helemaal leeg drinken. Dat kan allemaal een tijdje duren. En Feyenoord, nog een beetje toekomstvisie? Zeker. Het bestuur van Feyenoord is van plan om in de toekomst te gaan werken met de 3 R'en. Hè? Oh, de 3 R'en? Ja. Dat is mooi. Daar werken wij dus ook mee in de toekomst. Ja. Oh. Nou, dan hebben jullie pech, want daar zijn wij ook al mee bezig. Ja, we werken alle 3 mee. Wat zijn dat dan, die 3 R'en? Bij elkaar 9 dus. Wat zijn dat dan, die 3 R'en? Ja. Nou, dat gaan wij hier natuurlijk niet zitten verklappen. Spaan. Dat is het geheim van die grote 3. Oh. Ja, als we dat gaan verklappen, dan gaan Heerenveen en Vitesse ook met de 3 grote 3 werken. Die 3 R'en op de loop. Bovendien, als je de namen van die jongens noemt, worden ze meteen 3 keer zo duur. Wie zijn het dan? Raúl, Redondo en Rivaldo. Oh. Ja, dankjewel, Jeroen. Je kan het toch verdorie je klokje op gelijk zetten ook. Dan begint hij weer tegen de pers te lekken. Oh, ja, goed, Jeroen zit nog geen 10 minuten aan tafel of het grote lekken is alweer begonnen. Ja, goed, ja, en dat voor zo'n dakbedekker. Zeg, heren, bespeur ik hier 2 spalt in de grote 3? Nee, ruzie? Ik was even mezelf. Maar nee hoor, de vriendschap is niet aangetast. Nee, dat gaat gewoon. Wij zien elkaar natuurlijk sowieso op reguliere basis binnen het Mickey Mouse overleg. Ja. En ook privé wel hoor. Ja? Wij zien elkaar wel op verjaardagen en feestjes. Ja. Nou, jullie waren anders mooi niet op mijn laatste huwelijk. Nee, nou ja, kijk, we dachten, we slaan er eens eentje over. Maar bij je volgende huwelijk staan we weer vooraan, hoor.